breeders in Belgium, who say within 10 years the ostrich will become one of the most familiar faces in the countryside. Eten van alle Europeanen het meeste struisvogelvlees. Struisvogels in Vlaanderen. Een reportage van Wim van Waasbergen en Jojo's. Verrassing in Limburg. Op een plek waar een koe of een varken verwacht mag worden, staan struisvogels. Dit is de boerderij van Guy Wouters, de eerste in België die zich professioneel met struisvogelkweek ging bezighouden. Het was 1992. En wat hij in Zuid-Afrika had gezien, moest hier ook kunnen, dacht Wouters. Volgens de kwekers kiezen de mensen door de dolle koeienziekte liever een stukje gezond en vetarm struisvogelvlees. Heeft vooral de dolle koeienziekte iets mee te maken. Het struisvogelvlees is volgens de handelaars een gezond en vetarm stuk vlees en veel veiliger dan rundvlees. Wouters in Herk de Stad is de eerste struisvogelkweker in Europa. De sector in Limburg is nog jong en voor de meeste mensen nog onbekend. Het vlees smaakt volgens de kwekers vrij neutraal met een zoete nasmaak. De Belgische kweker hier heeft alle mogelijkheden om het waar te maken. Dus nu is het vlees in trek, het gezond vlees. Behalve het vlees is het leer in het laatste jaar enorm ook in waarde gestegen. Dus de struisvogel heeft echt of kan echt producten afleveren die de moeite waard zijn om geconsumeerd te worden. Het vlees van die vogel zit hier en gaat zo verder naar hier. En dan langs de andere kant uiteraard ook. Wel, aan deze vogel zit ongeveer een 35 à 40 kilogram vlees aan. Daarvoor zijn de pluimen inderdaad heel bekend geraakt. Als men terugkijkt naar de geschiedenis, hoe is de struisvogelkweek begonnen? De struisvogelkweek is oorspronkelijk begonnen omwille van de pluimen. Daarna is uiteraard het leer gekomen en tenslotte pas in de jaren 80 het vlees. Dat klopt. Allemaal van de struisvogel. Allemaal van de struisvogel, van onze Belgische struisvogels. Noem jij het maar op. Ham, paté, salami, filet. Toch lijkt er wel degelijk een toekomst voor struisvogels, al was het maar door de sterk gestegen vraag naar hun gezond vlees. Dolle koeienziekte en varkenspest doen de consument zoeken naar wat anders. De struisvogel is zeer zacht. Is bepaalde smaken voldoen aan struisvogel. En alleen maar is de drempel. Dus wanneer als mensen een hoorde struisvogel, schrijven ze af. Maar wanneer ze te heet hebben, we hebben hier verschillende proeven gedaan, soms een keer ook als naar de klant toe, dat we zeggen, oké, moet ik je proberen naar struisvogel te gaan, maar mijn man moet dan jaren, zeggen ze. Maar we zeggen ook, probeer het, maar zeg het niet. En op het moment dat ze het niet zeggen, zeggen ze, prachtig biefstuk, zeggen ze. Maar op het moment dat je zegt, struisvogel, dan spreekt ze niet aan. Vreemd genoeg is het struisvogelvlees in onze winkels nog altijd afkomstig uit Afrika. Er zijn bij ons nog altijd niet genoeg dieren om massaal te slachten. Daarom blijft de prijs hoog en worden kansen gemist. Dat heb ik meegebracht vanuit Botswana. Het typische hiervan is, het is een drinkbeker. Dat gaat terug naar het gebruik van de oude bosjesmannen, die dus het ei gewoon vulden met water en dan het ei begroeven onder het zand. Problems are simply due to excess protein. It's a balance between the protein content and a number of other factors, vitamins and minerals. It will depend on the amount of exercise these birds get, how much feed they actually consume. It's a balance with calories.
Morning, so around 8 hours ago, and from this place they will be put in another place where they can stay under comfortable temperatures of around 28-30 degrees. These birds are 2 weeks old and they are about 60 centimeters high. Most of those birds should be around 4 weeks, maximum 5 weeks, the biggest ones, while these birds are 6-7 weeks old. They are between 80 and 90 centimeters high. Are 4 weeks old and they are between 70 and 85 centimeters. Most of them will be around 70-75 centimeters high.
6 weeks and a half. And the height is about 90 centimeter to 100 centimeter. Geen behoefte aan bezoek. Maar één kwaaie struis kan de vreugde in de kwekerij niet bederven. Ruimte genoeg voor een stevig partijtje groepsjoggen. Louis, de onbetwiste vedette van het gezelschap, oefent vlug nog even zijn danspasjes. Als tweejarige heer gaat hij straks bij de wijfjes op veroveringstocht. En dan is het zaak om een goed figuur te slaan. Struisvogels van Guy Wouters weten niet wat ze zien. Dit is nieuw, maar het maakt hen ook alleen maar nieuwsgierig. Because there are only two birds. They have put feed in there, let's say, for four birds. It's not needed. One bird, if it eats 2 kilograms, it's not much. It's only half a bucket. Yeah. Oh, yes. Why don't they back up? All the job. For the door, like the job, the farm, the table. Yeah, all it's very important now. It's like the other bird would like on the leg, on the neck. Yeah, on the neck, whatever. In the beginning a small thing, but that you know, oh, these are two birds we have to observe. If it's not improving better, individual supervision in the other paddock. Mark. No, and there's one back here. Or control, eh? Yeah, control. Oh, back here, because as you are. Concentration of birds inside now. It's better if you use the area totally. You know, which is not so good, but they come inside because it's nice, of course. Can you have a look at all the cattle that we have? I mean, the breeder should take and tell us your view about their condition, I mean, health and so on. Ah. Thank you.
Formol. Como? Não tem mais formol aqui, desinfetar, deixar bonitinho. E pra mim? Eu entrei em contato com ele. Uhum. Isso aqui é uma coisa, viu? Eu esqueci seu nome, desculpa. Luiz. O Luiz. Uma coisa simples. Aqui não adianta. Não. Você não pode inventar pra quarentena. Ai, ai. Uma criança levanta isso daqui. Uh-huh. A child can put it up, you know? Faz quanto tempo que vocês trouxeram o lote de lá? De lá? Foi um tudo também. Já venderam tudo? Já vendeu tudo. Já agora... Mônica! Yes! This is unified. How do you call it? Quer que manda beijinho agora? Não, isso não adianta nada. Beijinho pros avisos. You can mix later. Não? Eita! Final touch! Eu achei. Internacional! Internacional. Olha lá. Deixa eu ver se eu vou. Vertel een keer dat we straatsvogelvlees en dergelijke hebben gemaakt. Chimney. Oh, this. Ja, meneer. Dit is goed. Maar jokuzen. Shukru, tell me something about the meat. Good. Good? Good. Very good. Yavaş, zamanla. Now, first thing, when we are slaughtering gibi firmalar daha fazla üreticiye civcivi temin edip üreticinin onu sağlıklı bir şekilde yetiştirmesini sağlamakla meşgul olması lazım. Ostrich farm, I say the different things, so there is not one solution. Yani bir tane cevap yok, ona bir tane çözüm yok. Bu tamamen ve üretici güce sahip olaydı başlattı ama onu bile yaparken ondan sonra biz müşterek bir araya geldiğimiz zaman zaten elbette bizi dikkat ediyor. Sağ olun. Bakın bakın onu da canlı bir şey var. Ve bilimsel üşüşen bir şey. Bir şey var. Tut şu güzel bir tane. Bak biraz öyle. İşte bir güvercin bir muhabbet kuşu getirdik sana. Hormonlu bir güvercin geliyor. Bana doğru gelmiyor herhalde inşallah. Çocuklar bana koku sürdürmediniz değil mi? Onlar ilgini. Gel bir şey söyleyeceğim. Sevebiliyorsun. Gel vallahi canım ayol. Kuşları yok yani. Ama yani kuşum adına da bundan güzel hayvan olmazdı herhalde. Şöyle alabilir miyiz onları? Ama onun rujları var, bence o Cem Hande olsun. Benim için Cem tehlikeli olabilir, ben Hande'ye doğru ilerliyorum. İlerle de başına gelenleri görsün. Ya, hakikaten. Lan sanki içeri şey soktuk ha, az baba soktuk demek mi şu işte? Demek beyefendi, şu geliyor, ayaklarına bakar mısın? Jurassic Park. You have to see and to feel that we are different, not only because of the higher quality and benefits of our products, but also because of a totally different approach than the other sectors. In this way, to me, the ostrich means for me, it's bringing me back to my intuition. I can say that the ostrich is learning something, a part of yourself that you didn't know before.
Matt. Yes? Burka. Yes? We are looking forward to visit you. Okay, cool. Beleza, nos amigos, vocês compram, obrigado. Parabéns, obrigado. Fazendo o filme aí no nosso mercado, obrigado. Mandando um leque. Doorzetten. Ja. In this compartment there are about 60 birds in. 60 birds of 5 to 6 weeks old, between 65 and 80 centimeters. Yes. You can push them behind, or you can turn them. Yes. You can just push them like this. Yes, yes. Thank you.